De Centrale Bank van Suriname heeft een bedrag van 670 miljoen beschikbaar gesteld voor de regering. Hiervan is ruim 90 miljoen Surinaamse dollars al opgenomen. Governor Robert van Trick heeft op een persconferentie dinsdag aangegeven dat dit bedrag op basis van artikel 21 van de bankwet als voorschot is gegeven. Hij benadrukt dat er dekking is voor het totaalbedrag. Monetair financieren. Als je je berust op de artikel 21, en zo is het ook, dan hebben zij daar recht toe. Ik zou wel zeggen dat we dat niet ongedekt hebben gedaan en die dekking conform onze publicatie heden op de website van de weekbalansen, die is weer opgestart en van 8 maart, 15 maart komt. Dat wil zeggen dat wij die transparantie absoluut waarnemen en dat we serieus nemen. Er is nu minder dan 90 miljoen van het bedrag getrokken, zoals je dat ook kunt analyseren op de website van de weekbalansen. En daar is er ruimte voor. Maar er tegenover staat dat het niet ongedekt is. Dat is heel belangrijk om aan te houden, zoals dat in het verleden kon gebeuren. Daar ben ik niet van. Als je wat wil hebben, ga ontdekken. De governor deelde verder mee dat het Anti-Money Laundering and Combating the Finance of Terrorism raamwerk in 2020 voor de vierde keer geëvalueerd zal worden. De centrale bank zal erop toezien dat de verschillende instellingen die werkzaam zijn in de financiële sector zich houden aan de geldende regels. Het is een enorme uitdaging om je als land als Suriname, gebundeld binnen de Caribbean, ik heb ook in de ICC board gezeten, een stem te doen gelden in de G8 of de G20. Dat zijn de 20 grootste bepalende landen. Je moet wel beseffen dat je stem kan laten gelden als je voldoet aan wet- en regelgeving. Wanneer ik voldoe in Suriname aan 2 van de 40 aanbevelingen internationaal, dan kan je moeilijk praten. Je hebt me geen stem gegeven om te praten. Op het moment dat ik compliant ben, het land Suriname compliant is met die internationale verwachtingen, dan ga ik praten. Aldus governor Robert van Trick gisteren op een persconferentie van de Centrale Bank van Suriname. Hij gaf de garantie dat hij altijd volgens de wet zal handelen.